Tijd voor de korte nieuws stop op deze donderdag. Het is 2 mei 2024. We zenden uit op 91.7 en limfmsu.com. De waterstand in het Afobakastuwmeer is opmerkelijk laag vergeleken met de afgelopen 3 jaar. En de waterstand heeft geleid tot het uitschakelen van 2 van de 6 turbines van de Afobakadam, welke dus beheerd wordt door Staatsolie Power Company Suriname. Dit kan gevolgen hebben voor de opwekking van elektriciteit. Wij laten u in het nieuws horen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abia Moffo. Het waterniveau is nog steeds kritiek, thans 242,8 voet. Het absolute minimum waarbij de hydroopwekking praktisch onmogelijk wordt is 236 voet, dus nog een buffer van ongeveer 7 voet. Bij een opwekking van 90 megawatt, ja, we wekken niet het maximale, op maximaal niveau op. We zijn op dit moment op 90 megawatt. En tot voor kort daalde het niveau met 700ste voet per dag. En als we dat blijven aanhouden, als dat tempo zo blijft, dan hebben we over 100 dagen... Over 100 dagen zouden we dan moeten stoppen met hydro. Ergens dus eind juli. Van de regentijd is tot nu toe het effect matig te noemen op het waterniveau in het Stuwmeer. De afgelopen week is het niveau nagenoeg constant gebleven. Ondanks de regens in Paramaribo, in het kustgebied. Op... constant gebleven op 242,8 voet. Climate change, daarover gesproken. Over de maand april hebben we een daling van het niveau gezien in het Stuwmeer met circa 1 voet. En normaal gesproken, normaal krijgen we in april juist een stijging van tussen 0,8 en 1 voet. Ja, maar dit jaar is het juist verder gaan dalen. In maart 2022 ja, moesten we spuien vanwege een overvol Stuwmeer, waardoor gemeenschappen in Brokopondo zelfs te kampen hadden met wateroverlast. En in maart 2024, wat is het beeld? Hele lage waterstanden, waarbij op bepaalde plekken zelfs te voet rivieren konden worden overgestoken. Ja? Dus van 2022 met gemiddeld meer regen in de droge tijd, in de kleine droge tijd, gemiddeld meer regen dan in de grote regentijd. Ja. Maar we blijven niet stilzitten. Wij werken aan scenario's. We hebben scenario's uitgewerkt voor het mobiliseren van noodstroom. We hopen niet dat het zover moet komen. We hebben de modellen uitgewerkt. Bijvoorbeeld wanneer moeten we overgaan tot het ondertekenen van een contract. Bij welk waterniveau moeten we de levering uitstellen? Ja, bij welk waterniveau moeten we die overeenkomst annuleren? Met al die scenario's zijn we al bezig, voorzitter. En worst case scenario is dat indien het criterium, indien het
gewenste waterniveau niet wordt gehaald, de mobilisatie van noodstroom uiterlijk per 1 juli zal moeten worden afgeroepen. Want waarom 1 juli? Het duurt circa 2 maanden voordat noodstroom operationeel kan zijn. Tot die tijd zullen we de huidige hydroopwekking van 90 megawatt blijven handhaven, kunnen blijven handhaven. Ervan uitgaande dat het zodanig regent dat er in ieder geval geen verdere daling van het waterniveau optreedt. En dat zei de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, aan de Nationale Assemblée. Dat was tijdens de laatst gehouden vergadering. Over de Nationale Assemblée gesproken, DNA-lid Ravin Parmisser, hij is fractieleider van de NDP, heeft tijdens de laatst gehouden presentatie aandacht gevraagd voor wat hij noemt voortzetting van het Friends and Family beleid. En hij verwees naar het bevoordelen van een persoon, in dit geval een adviseur van president Santokki. We laten nu het DNA-lid Parmisser horen. Daarop aansluitend ook de waarnemend fractieleider Melvin Bova. Terwijl we nog moeten bijkomen van de oneerlijke energierekeningen die aan ons zijn gepresenteerd, hebben we begrepen dat een particulier die tevens beleidsadviseur is van de president en de voorzitter is van EGOV, zijn eigen bedrijf Qualogy, te Paranam aangesloten heeft op het EBS-net en dat dit bedrijf veel stroom trekt. Is het waar dat dit bedrijf thans ongeveer 4,5 megawatt stroom trekt en dat het verder kan oplopen? Wat ik begrijp is dat het bedrijf geen investeringskosten heeft betaald en dat zij ook het normale, eigenlijk gesubsidieerd tarief, ja, moet betalen. Ik geef hier een... Oh, dat heb ik hier niet, dat is een verkeerde gekomen. Ik zou een overzicht geven van wat Qualogy heeft afgenomen. Ik zal het nu woordelijk doen. Terwijl ik dat doe, kan de assistentie me helpen met het overzicht. In juni 2022 trok Qualogy 1,57 megawatt. In augustus, ik sla wat over, 22 3,44 megawatt. In december 2022 1,68 megawatt. In juni 2023 0,04 megawatt. In september 2023 0,34 megawatt. En nu gaat het komen. In oktober 2023 1,96 megawatt. In november de grote sprong naar 3,01 megawatt. In januari 2024 2,79 megawatt. In februari 24, 4,73 megawatt. En in maart 24, 4,69 megawatt. Terwijl we zaten aan te kijken dat het daar daalde in het meer, voorzitter. Heeft Qualogy dit zo gehaald? Graag ontvangen wij gedetailleerde informatie hierover en de overeenkomsten die met dit bedrijf gesloten zijn. Hier is sprake van een grove belangenverstrengeling. Ik zeg u, voorzitter, als wij dit met visie aanpakken, kan dit niet alleen de stroomprijs verder omlaag drukken, maar veel van onze financiële problemen zullen we hierdoor opgelost hebben. Maar ja, friends and family beleid is aan de orde bij de huidige regering in plaats van nationaal balans. Schort u de energietarieven op? En wat u zeker ook moet opschorten, en dan zou ik praten, maar ja, de tijd, hè. Wat u ook moet opschorten, is die preferente, selectieve manier van stroom toeleveren. Alweer een friend and family daar, te Paranam, voorzitter. Waar we zien goedkooptarief, en waar we zien met dat goedkooptarief onze energie, wat wij met z'n allen opwekken vanuit de dam, voorzitter, worden er bitcoins gemined.
oplopen met een netto resultaat van onze deskundigen tussen 15 en 20 miljoen per jaar, afhankelijk van de prijs. Hoeveel houdt de staat daarvan over en wat is het tarief dat we daarvoor krijgen? 0,0. Laat de regering ons die informatie komen geven, voorzitter. Ik zou nog een heleboel daarover kunnen zeggen, over het verbruik. Minister, u zegt ja, de hydrodam komt in gevaar, want u gaat nu maar 90 megawatt opwekken. Maar daarvan geeft u 5 megawatt in gevolge de laatste opgave van wat Quality daar op Paranam ja, trekt. Geeft u daar aan het bedrijf van uw friend en uw family. En weet u hoeveel huishouden van gemiddeld 400 kW daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen? Ruim 12.000 huishouden, voorzitter. De waarnemend fractieleider van de NDP, Melvin Bouffa, daarvoor de fractieleider. Rabin Parmisser. Intussen heeft het bedrijf Quality Caribbean een bericht uitgegeven, of tenminste gereageerd. En dat willen we tot slot van deze korte nieuwsuitzending aan u voorhouden. Het bericht is ondertekend door de managing director Nilesh B. Sisser. En ze zeggen ten onrechte geassocieerd te worden met blockchain mining activiteiten en noemt de beschuldigingen een smaad- en lastercampagne. Het bedrijf verklaart een zelfstandig opererend bedrijf te zijn en niet betrokken is of betrokken te zijn bij blockchain mining. Ter correctie van de onjuiste associatie informeren wij hierbij dat hoewel Paul Mehilal aandeelhouder is van zowel Qualogic Caribbean als van de blockchain mining firm te Paranam, na de initiële opstartfase daarvan in 2022 een aparte entiteit voor de blockchain mining is opgericht, die zelfstandig opereert. We zijn in de transitie om alles naar de nieuwe entiteit over te zetten. Los van dat de facturen via de boekhouding lopen van de holding, heeft deze entiteit verder geen enkele relatie met de bedrijfsactiviteiten van Qualogy Caribbean. Het bedrijf zegt verder een onafhankelijk bedrijf te zijn, dat zich uitsluitend richt op IT-dienstverlening. Het IT-bedrijf is in 2007 gestart met haar activiteiten en is al 17 jaar een vooraanstaande IT-dienstverlener in Suriname en de bredere regio. In samenwerking met het bedrijf Qualogy Nederland, dat al 28 jaar actief is in Nederland, levert Qualogy Caribbean oplossingen en diensten. En met dit bericht, met dit persbericht willen we daar ook alle onterechte associaties die gemaakt zijn of nog gemaakt zullen worden tussen Qualogy Caribbean en de blockchain mining activiteiten resoluut uit de wereld helpen. Tot zover deze korte nieuwsuitzending op Lim FM. Bedankt voor het luisteren.